Goedemiddag allemaal, mijn naam is Carin van der Werf, mijn mannetje die staat in de keuken. Ik zou zeggen, het is een hele witte wereld. Ja, het sneeuwt. En het is vandaag 10 december, dus ik ga zo meteen met mijn meisje naar buiten en dan ga ik mooie foto's maken. En die komen vanzelf wel online, want ik loop een beetje erg achter qua mijn foto's bewerken. Dus dat wil ik ook vandaag een beetje gaan doen, maar alles een beetje op zijn tijd, hoop ik. Want ik moet nog meer gaan doen, maar dan neem ik jullie allemaal gezellig in mee. We proberen ook deze vlogcamera mee te nemen, maar het sneeuwt, dus ik weet niet of het gaat. Dus dat zien we vanzelf, maar ik hoop het wel dat we een beetje een kleine impressie kunnen laten zien hoe mooi het hier is. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier! Nou, we lopen nu buiten zoals beloofd en het is mooi wit, alleen het is gelijk partij. Zometeen, ga mee! Iedereen die rijdt al zo lekker rustig. En ik krijg lekker sneeuw in mijn oogjes. Alleen zij vindt het helemaal geweldig. Nu al. Dat wordt nog leuk. Kijk eens mensen, dit is toch mooi. Die bomen zo. Ja, die boompjes. Ja, en dan hebben we de bus. Ja, ook leuk. Dit is toch mooi. Die bomen. Het blijft allemaal lekker hangen. Ja, wacht eens, schat. Eerst even auto's en dan wij. Kom maar. Wachten. Ja, ik weet, je vindt het mooi. Ik weet het. Ja, ik krijg nou sneeuw in mijn gezicht, want ik zie nou niks. Ja. Ik weet het. Dan loop ik liever een beetje dan dat ik zo meteen glij. Glijpartij. Ja. Nou, doe normaal. Doe normaal. Nee, effe. Effe. Dat is niet leuk. Ja, nou, dat doe je dat maar niet in het beeld. Vind ik niet leuk. Nee. Kijk eens hoe mooi wit. Kom maar. Nee, geen zin in. Kijk eens hoe mooi. Ik vind het zo geweldig. Dit is toch geweldig mensen. Zij is ook nou wit. Zij valt nou mooi op. Mijn mannetje die komt zo meteen vanaf die kant. Nou zit even iets niet goed wat ik wil. Maar oké. Maakt helemaal niet uit. We gaan zo meteen het park in. Boom. Gezellig. En ze rijden hier allemaal rustig eens een keer. Ze rijden hier allemaal rustig. Dat is leuk. Ja, ze kunnen nou ook niet zo snel. Hè? Het is nou wel leuk. Dit is gewoon grappig. Want iedereen die rijdt nou gewoon rustig. Ja. Nee, wacht even schat. Kom. Even wachten. Lekker hè meisje. Je bent helemaal in je element ook hè. Je bent helemaal geweldig hè. Kijk eens. Hussenbus. Ja, die vindt ze helemaal geweldig. En ze wil eigenlijk helemaal graag los. Maar ik moet even wachten op mijn mannetje. Ja, die komt eraan. Ik zie hem al lopen. Beurshokje. Hop maar niet. Nee, hop maar niet. Ik zie hem al wel lopen. Maar dat maakt niet uit, geeft niet. Kijk dan. Zo mooi. Zij is lekker in haar elementje. Mijn vent en die ziet er niet uit. Oordeel zelf even mensen. Oordeel zelf. Dit is toch niet meer mode 2018 bijna. Come on. Dit is lekker warm. Sneeuwpoel. Jij zit sneeuwpoel. Maar ik niet. Nee, nou en? Ja, thuis gaat het weer uit. Ja, kom. Oh. Dit is toch niet anno 2018 bijna. Motorrijden. Huh? Motorrijden, lekker. Oh. Maar gelukkig zijn de meningen daar weer over verdeeld. En ik zie er niet uit. Nee, want ik kom eigenlijk net... Nou ja, net... bijna een half uur terug onder de douche vandaan. Ik heb hem aangekleed en ik, ben gelijk met hun naar buiten gegaan. Met haar, met hem. Met die malloot naast me. Die sport ook echt gewoon niet. En zij vindt het helemaal geweldig, Hiro. Dus ik ga proberen even iemand te pakken te krijgen om dus even Hiro nog even af te spreken. Dus ja, dit wordt leuk, gezellig. Hoop ik als ze erbij kan wezen. Oeh, ja. Ja. Kijk eens. Ja. Oeh. Ja, dat is lekker. Oeh. Joepie! Hey, kijk eens! Joepie! Kom eens hier! Kom eens hier! Ja, lekker! Pak hem, pak hem, pak hem! Oeh, dat is mooi! Hi! Oeh! Kijk eens! Kijk eens! Wat is rond daarom? Dat breekt het niet. Kom, ga kijken. Oeh. Nee, rondje is nou interessanter. Kijk eens hier. Kijk eens hier, kijk eens. Ja, het is koud. Nou, ik ga deze schilderij, die jullie dus nou zien, die ga ik eventjes mooier maken. Ja, ik heb hier al vernis en motpoort. Ja, vernislijm. Motpoort smaakt eigenlijk helemaal niet uit, maar... ik ga hem gewoon even vele malen mooier maken dan hij eigenlijk nu al is. Dus, dit wordt mooi, geweldig en leuk. Ja. Ik ga dat gewoon hier eroverheen doen. Dan denk je van, ja, maar waarom? Want hij is toch al mooi? Ja, maar dan gaat hij nou zo meteen mooi glimmen. Daarom doe ik dat dus ook nu, op dit moment. En knutselen vind ik gewoon leuk. En daar haal ik mijn voldoening uit. En dit wordt ook nog helemaal vele malen mooier zometeen. Mannetje is even met alles bezig. Hij gaat zo meteen even de voorraadkast even helemaal lekker schoonmaken. Even helemaal uitruimen, schoonmaken. En even weer opnieuw inrichten. Nou ja, opnieuw, maar gewoon eventjes qua de houdbaarheidsdatum wat er gewoon bijna op moet, gaat er allemaal vooraan. Dus dat laat ik jullie ook zo meteen zien als hij ermee bezig is. Of jullie het al een beetje zien, maar ik denk het niet. Maar er zit dus al een heel mooi glansje op. En als je dit vaker doet, en dan zie je het ook wel. Even een haartje ervan afhalen, want dat werkt niet. Dan kan je wel denken over een puzzel heen. Ja, over een puzzel heen. Zo, dan heb ik eigenlijk al de hele canvasstuk alweer gehad. Ja. Ik wel. Dan pak ik nog heel eventjes de kantjes weer even. Juist eventjes de dingen wat geaccentueerd moet worden, wat beter. Dan komt dat wat beter tot en tot het recht. Die vogel dus even wat beter en eruit te komen. Dus die doe ik even nog wat meer. Dan gaan die wat meer glimmen. Ja. Dan gaat die even iets meer glimmen dan de rest. En dat vind ik wel mooi. Daarom doe ik die ook even iets meer vernis. Net omdat ik hier alweer een haartje. Daar word ik niet zo blij van. Zo, ik heb hem een beetje helemaal ingesmeerd. Dus nu even eigenlijk een beetje laten drogen. Jut. Nou, en dan nu even laten drogen en dan straks nog mooier maken. Ja, inderdaad. Nou, en dan ga ik het mooi vrolijk verven, want hij is al donker. Met wat mooi geel. Waarom kies ik voor geel? Dat is voor vrolijk, de zon. En ja, wat ik zeg, het is mooi vrolijk geel. Nou, wordt die nou niet mooi, hè, toch? Wordt heel mooi. Nou, ik kom bij jullie als ik straks weer een beetje op de helft ben. Want ik laat jullie ook nog zien waar mijn mannetje zo meteen mee bezig is. Ja, dat wordt nog leuk. Zo, en ik laat jullie even zien waar mijn mannetje bezig is. En mijn meisje zit nou lekker in de vensterbank. En wat ik al eerder zei en waar we hebben gevoegd, dat is wit buiten. Het is niet zomaar wit, nee, het is gewoon wit en het is koud. Het is gewoon wit en het is koud. Nou, we gaan de keuken in. Ja. Een grote puinhoop hier ook. Kijk, maar er is hier een grote puinhoop. Hi schat. Hi. Waar ben je mee bezig? Schoonmaken, opruimen. Met wat? Met keukenkast, voorraadkast. Oh, mijn voorraadkastje. Oh, wat ben je toch lief. Dankjewel, nou dat had ik helemaal niet van jou verwacht. Nee? Nee. Bij deze. Dankjewel. Nee hoor, mensen. Ik had hem even heel lief gevraagd of hij eventjes mijn voorraadkast wou schoonmaken. Omdat ik even druk bezig ben met die canvasdoek. Dus hij heeft zich lief opgeofferd voor mij. Vinden jullie dat en dat nou niet lief? Ja toch, dit is toch lief. Kijk eens hoe een man aan het werk is en voor zijn vriendin. Ja, alleen die Dettol geur die bevalt me niet zo. Ja, maar dat is wel goed en voor mijn dieren. Ja, maar niet in mijn neus. Ja, wel. Niet in mijn neus. Ik vind het prima om te gebruiken, maar niet in mijn neus. Ja, maar dat is goed voor je. Dat zal best. Ik word er veel kouder van. Niet waar. Niet test. Zo, kijk. En er zat een haartje. Kijk eens hoe hij dat allemaal weer netjes doet. Ja. Zijn jullie nou niet trots op hem? Op een vent en die gewoon eigenlijk aan het schoonmaken is? Mag je, en dan mag je ook gewoon een keertje thuis doen. Bij je eigen thuis. Daar ben jij niet, dus dat scheelt niet. Nee, hier wel. Dat kan je niet vragen. Nee, mooi hè? Ja, heel mooi. Wat wil je dat hier mee gebeurt? Steeds makkelijk. Bewaren. Oh, bij de bewaardingen dan. Waar? Bij de bewaardingen. Dat is mooi. Ook lekker. Nou, ik ga wel eens even kijken hoe die het gaat inpakken. Waarschijnlijk niet eens op mijn manier. Hoe ik het in principe heel graag wil. Maar dat zijn weer mannen. Maar ik heb hem wel gewoon gevraagd om het een beetje op een ophoudbaarheidsdatum te doen. En zoals het soepel ligt, dat is nu goed. Kijk, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Nee, het is een beetje donker. Maar maakt helemaal niet uit. Het gaat gewoon even om het idee dat jullie het weten. Oh ja, hoe doen we dat ook alweer? Ja. Hij is eventjes aan het puzzelen hoe ik het hier altijd heb. Nou mensen, we laten hem eventjes met rust hè. Ja, dan kan hij eventjes op zijn gemak alweer wat dingen doen. En dan, kan ik weer wat andere dingen doen. Ja. Dus. Hartstikke mooi. Dan gaan we weer verder. En met onze canvasdoekje. Ja. Kijk, hij wordt toch weer mooi, toch? Niet dan. Zal ik even een lampje aan doen? Ja, hè. Ik zal hier maar even een lampje aan doen, ja. Ja, en mijn strijkplankje staat er ook nog steeds. Boeien. Boeien hebben we in de zee. Ja, zou mijn moeder altijd maar weer zeggen. Ja. Dus, nou hier ga ik weer even mee verder. En als hij echt bijna klaar is, dan laat ik hem weer zien. Zo, hij is klaar. Ja. Alleen er moet even wat drogen. Even mijn hand ervoor, want er staat een naam op die niet bekend mag worden. Het is een beetje donker, ik weet het. Maar ik maak er nog even zo meteen een foto van. Dan zet ik die hier zo meteen mooi eronder. Dus, dat is hem geworden weer voor vandaag. Ja. En straks ga ik misschien nog wat andere dingen doen. En mijn mannetje die is even weer bezig met mijn computer. Even kijken hoe ver hij is gevorderd met schoonmaken in de voorraadkast. Ik denk wel en dat hij daarmee klaar is. Op het canvasdoekje daar gaat nu nog alleen zo meteen nog de datum van vandaag op. Dat is 10/12/2017. Ja. En dan is deze klaar. En om 11/12/2017 aan iemand gaan geven. Ik hoop en dat diegene daar heel blij mee zal zijn. Alleen dat ga ik dus niet vloggen. Nee. Dat ga ik dus niet doen. En voor privacy. Ja. Dus ja, dat wordt leuk en gezellig. Zo, we lopen nog even lekker buiten. We gaan eventjes mooie foto's maken. Ja, heel mooi. Het is prima weer. Dat is mooi. Nou ja, hou jij hem even vast dan. Dan kun je hem gelijk voelen hoe die... Beter hè? Ja, dat is beter. Ik doe jou even een leuk vlog als jij foto's aan het maken bent. En het is koud, jongens. Ja. Wil je een kopje? Wow. Meer, dat is lekker. Wil je een koekje? Ja, dat is lekker. Pepernoten van 3 jaar geleden. Ja, zo ongeveer wel, hè? Mensen, het is koud, maar het is wel mooi. Mag je zo rijden met zo'n wiel? Nee. Dat is een beetje uit het lood, volgens mij. Ja, een beetje vol. Nou, goed. Nou, ik heb wel een papa. Kan nog niet. Kijk, mooi. Het is wel heel feestelijk zo. Een strooiwagen, kijk. Nee. Veegstrooiwagen. Smeerschrijven! Met strooi, kijk, mooi. Nee, nou je maar. Kijk waar ik naar beneden. Hallo. Kijk eens hier op een beeld dan. Ja, ik probeer ze even scherp te krijgen. Maar ja, maar dat werkt niet. En nummer 3. Nou, niet scherp stellen, want dan maakt het weer. Nou, foto's maken in de sneeuw, in het donker. Beetje donker dan. Een prachtig gelegen weg met allemaal sneeuwbomen. Ja. Dus, gaan zo die foto's even kijken. Spannend. Sommige mensen zijn erg enthousiast over sneeuw. Ik laat het niet zo merken, maar ik ben er wel dol op. Dat is mooi. Het heeft iets magisch, vind ik altijd. Er zijn hier ook kinderen bezig geweest. Wat leuk. Ja, het is alleen een beetje donker, maar dat maakt niet uit. Nee. Maar de sneeuw die geeft wel weer een mooi effectje. Oh, wat leuk. Wat grappig. Gaan we nog verkleuren, ja. Ook nog eens een keertje verkleuren, dat is leuk. Ja, en we gaan weer verder. En dan zal ik ook nog wat anders laten zien. Want mijn buurvrouw, die heeft hele leuke wandelstokjes. Ja, zuurstokjes aan de raam hangen. Ja, ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien, sorry buren. Maar die kosten 10 euro per stuk. Ik weet niet waar ze hem vandaan heeft, maar ik vind hem wel leuk. Ja, precies. Zo, mijn mannetje is een haar aan het verven. Wassen met verf. Wassen en met verf. Iets achter, weet ik waar. Er zit nog meer in. Ja, een beetje hier ook, bij je voorhoofd. Dit is leuk. Is dat leuk? Ja, ja. Leuk. Moet ik hem een beetje weer helpen? Ja, als je wil. Aan de voorkant, ja. Doe ik het. Nu kan ik het zien. Dit is grappig. Dit is grappig. Ja, vorige keer zat het ontzettend te bijten, maar nu niet. Komt nog wel. Fijn. Joehoe. Mag ik even de zijkant? Wat bedoel je? Ja. Misschien als het lachen erbij de hele tijd. Ja, we wachten. Mono. Mag ik even de andere kant even kijken? Ja, mag kijken. Even en nu erbij. Nee, even. Nee, je moet zo. Even met je hoofd deze kant op. Met je hoofd. Zo. Ja. Juist. En toen. Denk ik. Heb je genoeg licht? Huh? Heb je genoeg licht? Ja hoor, ik wel. Nu al helemaal. Dit is wel grappig. Kijken. Eventjes niet zo, maar... Oh, nee, schat, kijken naar mij. Niet zo, nee. Dit. Dit. Juist. Dat doe ik. En masseren. Je moet ook gewoon hier pakken. Helemaal die... Helemaal in je haarwortel hier. Dus je randjes moet je meepakken. Even nog focussen. Even hier ook nog pakken. Jip. Ja, maar dit is leuk. Dit is grappig. Oepsa. Ja, oepsa. Uitkijken. Even met je hoofd naar achteren. Zo wil je. Ja, masseren die handel. Huh? Ingewikkeld. Nee, maar je bent dit en dit niet gewend. Nee, shampoo wel, maar dit niet. Shampoo pleeg gewoon in en dan sfeer je uit. Even hier aan de zijkantjes en nog de achterkant. Ja, met haarverf erbij. Oké. Wat denk je? Hier, pakken! Ja. Ja, hier ook. Juist, goed zo. Nat geworden. Hè? Helemaal nat geworden. Ja, maar dat hoort ook. Oké. Dat weet ik niet. Even hier dat haar erbij pakken. Dat hè? Juist. Ja? Ja, gewoon helemaal lekker bijpakken. Overal waar je haar hebt, moet je erbij pakken. Vind je dit dan leuk? Ja, ik vind het leuk. Doe dan een blauw duimpje omhoog. Ik doe hem niet omhoog, hè? Denk erom. Wat doe jij dan? Nou, ik doe haarverf erop. Ja, maar het is veel te veel hoor. Nee, dit is niet te veel. Is goed voor je. Nee, dat is heel te veel. Zuinig mee. Nee, dat kan niet, want dit moet op. Moet op? Ja, dat, en dan kan je niet nog een keertje bewaren hoor. Jammer. Even een beetje omhoog met je hoofd. Ja, en dan? Ja, masseren die handel. Nee, ook hier, oh, schat aan je. Hier, oh, juist. Ja, dat zie ik niet. Kijk, opletten waar ik het doe. Ja, masseren. Met je hele hand gewoon eroverheen. Gaat er nog helemaal niet dood aan? Nee? Okay. Nee. Dit is leuk. Ziet er niet uit nu. Lach eens naar het vogeltje. Het vogeltje? Waar is het vogeltje dan? Hier ook. Kijk hier. Hier. Wat een piek. Hier en hier is het vogeltje. Hier in de lens. Ja. Lachen. Doe, want die is bezig met koken, dacht ik zo. Ja. Ja, schat. Ik ga je niet te zien wat ik ga koken. Nou, zeg niet eens. Nee, ik ga zo... En wat ben jij flauw? En nee, ik ga geen zout op jou doen. Oh ja, ik zal jullie trouwens nog kijken hoe mijn mannetje in heeft gedeeld. En daar ging mijn messenblok vallen. Ja. Leuk. Ook goed. Top. Nog meer eraf gevallen? Messen? Ja. Ja. Mooi. Nou, dit heeft mijn mannetje dus ingericht. Heel netjes. Toch? Ja, hè. Dit is netjes. Ja, dit is netjes. Nog een beetje naar Dettol. Het ruikt nog een beetje naar Dettol allemaal. Dat is mooi. Hé, wijfie. Hé, meisje, ga eens maar zitten. Ga eens maar zitten dan. Niet? Nee, geen zin in. Nou, dan sluit ik ook gelijk eventjes bij deze de vlog af. Morgen ga ik ook vloggen, dat is 11/12/2017. Dan krijgen jullie pas eigenlijk te zien helemaal wat ik aan ga doen. Want dat zou ik eigenlijk in deze vlog doen, maar daar zijn we niet aan toegekomen. Excuses daar ons voor. Maar wij zouden zeggen, dank jullie wel voor het kijken. Doe vooral juist dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer even op ons kanaal. En doe het belletje aan als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zouden we zeggen, tot de volgende keer.